De therapie binnen een logopedische praktijk voor een Parkinson-patiënt die moet eerst gediagnosticeerd worden door een specialist. Er is ook telkens een voorschrift voor nodig om therapie op te starten. Eens dat dit voorradig is, kan de patiënt beginnen en vragen wij toch zeker in het begin om 2 keer per week te komen. 2 keer per week is het minimum dat we eigenlijk vragen om een goede vooruitgang te krijgen bij Parkinson-patiënten, maar daar blijft het niet bij. Dus het is echt wel de bedoeling dat de patiënt thuis zijn oefeningen doet, ook al is het 10 minuten, een kwartier per dag. Dat is beter dan 1 keer per week een uur er tegenaan te gaan, want daar ga je geen effect van hebben op lange termijn. Bij de resultaten die bereikt worden binnen een logopedische praktijk, zie je, is ook afhankelijk van de moment van diagnose. Een jonge Parkinson-patiënt die gaat er ook met veel volle moed tegenaan gaan in het begin van de diagnose. Die heeft ook nog minder symptomen. En daar ga je eigenlijk trainen op het behouden en ook nog het trachten te verbeteren. Bijvoorbeeld van spierkracht, articulatie naar stem toe de luidheid blijven behouden. En dit ook te koppelen aan een ademhaling, een correct adempatroon. Dus dat het eigenlijk echt komt vanuit buikademhaling. Als de patiënt dit thuis ook kan verder oefenen, merken we dat zij een goede evolutie hebben en heel lang stabiel blijven. Oudere personen die dat gediagnosticeerd worden, hebben vaak al meer klachten. Dan is het ook de vraag, vindt het de persoon zelf het de moeite waard om er nog aan te beginnen? Ook al vinden wij van wel. Maar zij hebben hulp nodig om hun oefeningen thuis verder te kunnen doen. Een oudere persoon is niet altijd in staat om het nog alleen te doen. Dus daar is het ook afhankelijk van de familie of de ondersteuning, de mantelzorgers die er zijn, die met hen mee kunnen helpen en begeleiden. Met logopedie bij Parkinson-patiënten begin je best zo snel mogelijk na de diagnose. Zowel om dus eigenlijk te behouden wat dat er is op die momenten en ook om nog een evolutie te krijgen, voornamelijk in spierkracht. Spierkracht van de mond, de tong en de lippen bijvoorbeeld, dat zijn oefeningen die dat je niet uit je eigen gaat doen. Dat zijn ook oefeningen die ter ondersteuning zijn, zowel voor je articulatie als voor je slikken. En als we die op jonge leeftijd goed of op de vroege momentopname na de diagnose kunnen gaan oefenen, dan zijn we zeker dat we daar nog een grote stabiliteit in kunnen behouden. Om logopedie te kunnen volgen, hebben we altijd een medisch voorschrift nodig. Dus wij hangen telkens af, ten eerste of van een huisarts of de neuroloog. Een eerste aanvraag, er zijn 2 soorten aanvragen die moeten gebeuren. Dus de eerste aanvraag is voor een logopedisch bilans. Dat wil zeggen dat de patiënt tot bij ons mag komen om een onderzoek en dat wij een advies geven wat de therapie inhoudt en wat dat de vooruitzichten kunnen zijn. Dit mag voorgeschreven worden door de huisarts of neuroloog of revalidatiearts. Dan, eens dat het is opgemaakt door de logopedist, het verslag, moet er mee teruggegaan worden naar de neuroloog. Dan is het afhankelijk echt van specialist die het voorschrift moet geven. Maar vaak regelt de logopediste dit zelf met de specialist, zodat de patiënt geen 2e keer extra daarvoor moet gaan. Het is heel belangrijk als patiënt dat je weet, vooraleer je naar een logopediste stapt, dat deze geconventioneerd is, ja dan nee. Is een logopediste geconventioneerd, wil dit zeggen dat de patiënt 75% van het honorarium terugbetaald krijgt, wat toch voor veel mensen, omwille dat het een chronische ziekte is, heel belangrijk is. Een andere kant wat dat je zeker moet meegeven als logopedist ook op dat vlak, is dat de 25% oplegkost kan teruggevorderd worden als de patiënt een hospitalisatie heeft.